Israël is de controle over het noorden van het land kwijt. Dat zegt oppositieleider Yair Lapid in een bericht op X. Zijn aanklacht is een reactie op een nieuwe aanval van Hezbollah, waarbij één gewonde viel. We gaan naar onze Israël-correspondent David de Jong. David, goedemiddag. Goedemiddag. Is het hier alleen de oppositie die aan het oppositie voeren is van het beleid van Netanyahu is niet goed? Of heeft Lapid een heel sterk punt? Het gevoel wat Lapid vertolkte, dat wordt eigenlijk heel erg breed gedragen. Dat het noorden van Israël, dat onder de grip van zowel de Israëlische politiek als het leger vandaan is geslipt. Want en dat komt voornamelijk... Mm-hmm. Ga maar. Nee, hoe is de situatie in het noorden nu? De situatie in het noorden is als volgt. In midden oktober is het noorden van Israël is geëvacueerd. Dat is eigenlijk een paniekreactie, was dat, van de Israëlische regering. Want zij waren bang voor eenzelfde soort 7 oktober scenario in het noorden van Hezbollah als er in het zuiden door Hamas was gepleegd. Er zijn 70.000 mensen uit het grensgebied geëvacueerd. Maar dat gaf eigenlijk een opening aan Hezbollah om door te gaan met hun aanvallen. Want die dachten, het grensgebied is vrij. Nu, dit is onze kans om aan te vallen en te laten zien wie er de baas is in de regio, of althans in dat grensgebied. Hetzelfde geldt ook voor de andere kant van de grens. Daar zijn 90.000 Libanezen zijn daar geëvacueerd naar Beirut en andere steden in het noorden van Libanon. Mm-hmm. Dus aan beide kanten is het een soort van no man's land geworden. En de vraag is, hoe krijg je deze mensen terug? Kan het Netanyahu lukken om die mensen terug te krijgen, of blijft het nu een no man's land? Nou ja, de enige manier, en dat is ook wat Lapid vertolkt, en dat is ook een gevoel wat breed gedragen wordt in Israël, is dat er middels een grondoffensief Hezbollah teruggedrongen kan worden. Ja, alleen zal Netanyahu dat lukken? Dat is de vraag. Je hebt natuurlijk 10 maanden wordt al oorlog gevoerd in de Gazastrook door het Israëlische leger tegen Hamas. En een tweede grondoffensief, waar al heel lang op wordt gehind. Ja, dat zou betekenen dat er weer tienduizenden, honderdduizenden manschappen, waarvan al vele divisies aan die noordgrens zijn gestationeerd. Libanon ingaan. Israël heeft Libanon, of althans het zuiden van Libanon, tussen 1982 en 2000 bezet gehouden. Niemand zit eigenlijk te wachten op weer honderden dode soldaten die thuiskomen, of die van het front komen, duizenden gewonden. Maar de enige manier om die mensen terug te krijgen in de regio is eigenlijk wel door een grondoffensief. En dat is ook wat echt het gevoel wat Lapid vertolkt is. Ze zijn de controle kwijt, maar die controle is kwijtgeraakt op het moment dat ze besloten hebben, of dat de Israëlische regering besloten heeft, om het grensgebied te evacueren. Ja, wat betekent dit uiteindelijk voor de positie van Netanyahu? Eigenlijk zou het hem wel goed uitkomen. Netanyahu goed uitkomen om een grondoffensief te beginnen. Want dat betekent dat hij geen rekenschap hoeft af te leggen, of althans nog geen rekenschap hoeft af te leggen voor zijn premierschap. Het verlengen van een oorlog, dan wel in de Gazastrook, of een nieuwe oorlog beginnen tegen Hezbollah in Libanon, betekent geen parlementaire enquête, geen onderzoeken naar hem. En omdat hij graag aan de macht wil blijven, dat politieke mandaat heeft hij ook nog, althans voor 2,5 jaar, zou het hem eigenlijk wel goed uitkomen. Alleen de druk op hem, de publieke opinie, die blijft maar stijgen. Aan de ene kant met de oorlog in de Gazastrook, het terughalen van de gijzelaars, de onderhandelingen die daar van donderdag weer in Cairo beginnen, en aan de andere kant het veilig maken van het noorden van Israël. Dank, Israël-correspondent David de Jong.